Meneer Elian, om bij u te beginnen. Vandaag dus alle met z'n allen naar de stembus. Maar zondag weten we een beetje wat er in Europa breed gestemd is. Wat verwacht u dat er anders wordt na deze verkiezingen? Nou ja, kijk, het is voor de eerste keer. Ik zie echt een heftige debat bij Europese verkiezingen. Kijk, meestal weten heel veel mensen niet dat die verkiezingen belangrijk zijn of ze moeten aan participeren. Dus in dit opzicht is heel goed. Voor de eerste keer, niet alleen in Nederland, hoor, in Frankrijk, in Engeland natuurlijk wegens andere redenen. Overal wordt heftig debat gevoerd. Dat is goed voor democratie. Dat de mensen weten dat iets belangrijks aan de hand is en je moet stemmen. Ja, en dus even afgezien van inhoud daarvan. Maar verandert er dan straks ook iets in het Europees Parlement na deze verkiezingen? Ja, eindelijk Europees Parlement als een politiek instituut oppositie krijgt. Dat is heel normaal. Ik bedoel, in de Tweede Kamer, de helft plus één steunt de regering. Dat is heel goed. De andere helft kan oppositie voeren. Dat is echt noodzakelijk. Dat is ook goed voor de kwaliteit van een politieke instelling. Dat is echt heel raar. Ja, en u verwacht oppositie. U verwacht dat we dat na deze verkiezingen meer gaan zien dan dat we dat voorheen zagen. Ja, dat hoop ik, want dat is het goed voor imago ook van het Europees Parlement. Om een beetje oppositie te hebben. En niet meteen apocalyptisch denken, alsof als Nigel Farage daar naartoe gaat, of weet ik, een paar andere mensen van het Nederland, dat het heel uitbreekt. Dat is niet het geval. Ruim 700 parlementariërs worden... 751. Ja. Er zitten misschien 20 mensen die herrie maken. Dat is ook heel goed. Dan krijg je debat daar. Ja. En dan worden misschien gedachten beter afgestemd op de realiteit door die debatten. Ja, we gaan er straks verder over praten, maar we gaan eerst naar Nicky Herr. Want voor wie er nog niet uit was wat diegene moet gaan stemmen, waren er gisteren nog wat debatten. Inderdaad, op de valreep, hè? Want als je er gisteren nog niet uit was, is het toch een beetje laat. Vandaag gaan we natuurlijk met z'n allen naar de stembus. Maar daarom was er natuurlijk ook gisteren nog een debat. Bijvoorbeeld bij de NOS met alle lijsttrekkers van de grote partijen, zoals we die hier zien op deze foto. Maar natuurlijk ook het debat tussen premier Mark Rutte en de leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Zij gingen met elkaar in debat en dat was al eigenlijk een week lang aangekondigd. Het was nog een beetje de vraag, hoe gaan we dat doen? Maar gisteren was het dan zover. Het ging er fel aan toe, zeker ook op de inhoud. Maar ze mochten elkaar ook een persoonlijke vraag stellen. En veel mensen vonden dat toch een beetje pijnlijk. Ja, wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn broer overleed. Ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer was dat, uw zus? Wanneer was dat het laatste? 4 geleden. 4 maanden geleden. Gecondoleerd. Ja. Ik weer. Ja, meneer Herma, de kijkers konden het niet zien. Maar dit fragment roept echt een soort van afkeer bij u op, hè? Ja, maar ik denk niet alleen bij mij. Ik denk dat, want de heer Elian heeft deels gelijk met zijn analyse. Het is heel goed dat die Europese verkiezingen leven, dat mensen gaan stemmen. En wat mij betreft vandaag massaal op het CDA. Maar tegelijkertijd is de manier waarop de campagne gevoerd wordt ook heel negatief geweest, op de man gespeeld. Zo'n SP-filmpje wat over Frans Timmermans maakt, is gewoon, daar maar laat de politiek zich van zijn lelijkste kant zien. En ik vind daar dit fragment van Baudet is hetgene wat mij van dat debat het meest bij zal blijven. En frustreert u dat, dat het moment is dat u het meest bijblijft? Ja, en ik denk heel veel mensen. Want dit is een hele nare manier van iemand op een gemene persoonlijke manier proberen te ontregelen. Ik geloof ook niet dat het een opwelling is. Het is iets wat we in de politiek steeds vaker zien. Dat het gemener wordt, dat het op de man wordt. En dat is slecht. In tegenstelling tot dat het politieke debat in Europa gaat leven wat goed is, is deze vorm en toon van politiek is slecht voor de democratie en is slecht voor de werking van het parlement. Dus ik zou het fragment het liefst vergeten, maar dat gaat me niet lukken, vrees ik. Nee, Barbara...